ben Quint, ik ben 18 jaar oud. Mijn positie is keeper en ik kom van Fortuna Sittard onder 21. Ik ben Sim van Dijk, 24 jaar. Ik kom van EVV en mijn positie is links of rechts buiten. Ik ben Bob van Kan. Ik ben 24 jaar. Ik kom van EVV Utrecht en ik ben middenvelder. Ik ben Damon Raume, 25 jaar. Afkomstig van EVV Echt. En mijn positie is rechtsback. Ik ben Gianni Teunis, ik ben 21 jaar. Ik kom van RKHSV en mijn positie is centrale verdediger. Ik ben Raoul Last, ik ben 21 jaar. Ik kom van EVV en ik speel linksback. Ja, teleurstellend. Teleurstellend, absoluut. Maar goed, van de andere kant, als je de eerste helft ziet, dan is het onherkenbaar hoe ik de ploeg zie spelen. Waardoor je ook, denk ik, nog goed wegkomt met een 1-0 ruststand. Het had ook 2-3-0 kunnen zijn. Dus dat was zeker teleurstellend. De tweede helft daarentegen geeft dan wel weer moed en vertrouwen voor de toekomst. Want ik denk dat we een prima tweede helft spelen, waarin we eigenlijk minor 40 minuten met de rug tegen de muur zetten, een goede goal maken, kansen krijgen op 1-2, 1-3. En eigenlijk het wachten was, denk ik, tot wij de wedstrijd over de streep zouden trekken. En dan komt eigenlijk de eerste, de beste keer dat Mino over de middenlijn komt, maken ze een fantastische goal, waardoor ze die wedstrijd winnen. Maar de basis van de tweede helft, hoe we daar hebben gespeeld, met die intensiteit, met het tempo, het verleggen van het spel, de diepte, de kansen wat we creëren. Ik denk dat we 4-5 goede kansen creëren. Geeft dat in ieder geval vertrouwen richting de toekomst. En van de andere kant is het ook wel een goed moment geweest voor onze groep. We zaten misschien toch wel wat op een mooie wolk met een aantal mooie overwinningen in de voorbereiding. En nu zie je ook dat een ploeg, als ze ons flink aanpakken, dat we daar een antwoord op moeten vinden. En dat hadden we zondag de eerste helft niet, de tweede helft wel. Dus ik hoop dat de groep komende zondag vanaf minuut 1 uit een ander vaartje tapt dan afgelopen week. De doelstellingen van komend seizoen voor ons zijn eindigen bij de eerste zes in de hoofdklasse. Waarom? Omdat dat directe plaatsing voor de landelijke beker geeft. En dat is zowel voor de club op financieel oogpunt, maar ook voor de spelersgroep een enorme leerschool. Je speelt dan minimaal 1 topwedstrijd. En dat is eigenlijk de doelstelling komend jaar. Dat is of via de beker zelf, bij de laatste 4 eindigen. Of bij de eerste 6 eindigen in de hoofdklasse. Dus dat is onze doelstelling. Ik denk dat we dit jaar een hele sterke hoofdklasse gaan zien. Kijk, Baronier was vorig jaar al een ploeg die geen enkel verliespunt had. Dus dat is een titelkandidaat. Daar neem ik Halsteren ook in mee. Een ploeg met een aantal ex-profvoetballers. Wat ook al jarenlang is toch een strijd om die stap te maken naar de derde divisie. Dan heb je nog OJC Rosmalen. Die hebben zich aardig versterkt. Onder andere Kevin Brands uit betaald voetbal nog weten binnen te halen. En Unie 19, dat is altijd een ploeg wat in de top zal eindigen. Er zijn er al 4. Nou, we hebben aangegeven we willen bij de eerste 6 eindigen. Dan hebben we nog 1 grote concurrent. Ik denk dat we dat zelf zijn. En daar bedoel ik mee te aan te geven. We hebben een hele goede selectie. Met 18 volwaardige eerste elftal spelers, wat heel dicht bij elkaar ligt qua niveau. En ik heb ook aangegeven bij de eerste training, als we in mei weer op het veld staan, en of we dan tweede, eerste of zesde worden, en we staan allemaal als groep nog bij elkaar, we hebben geen spelers onderweg verloren, denk dat we het prima voor elkaar hebben dit seizoen. Hoe gaan spelers dadelijk om met wisselplaats als wisselspeler en minder minuten. En je hebt afgelopen week de bank gezien, daar zitten een paar jongens op wat gewoon normaal gesproken op basis zijn. Dus buiten de concurrenten van die 4 ploegen wat ik noemde, dan zijn we ook onze eigen concurrent voor een stukje. En je hebt altijd 1 of 2 outsiders in iedere klasse. Dus, maar nogmaals, ik ben van mening dat wij bij de eerste 6 moeten eindigen. En als we dat niet halen, dan heb ik en als trainer en ook die groep hebben we gewoon gefaald dit jaar.
Ik heb deze wedstrijd vanaf de bank moeten toekijken helaas. Ik heb in de voorbereiding meermaals een vakantie ingepland, waardoor ik op de bank moest starten. Vanaf de bank was het een wedstrijd waar je het liefst in het veld had willen staan en de mensen had willen toeschreeuwen, mensen energie in willen schreeuwen, maar dat lukte helaas niet. De eerste helft was moeizaam, zeer moeizaam. Mino was de betere, we werden teruggedrongen. Misschien hadden we wel 3-0 achter kunnen staan met rust. Daarentegen, de tweede helft was wel goed. Meer ze drukte de tegenstander naar achter. We kregen kansen op de 1-1, we kregen kansen op de 2-1. En helaas valt dan de 2-1 bij ons, die eigenlijk niet had mogen vallen. En daarna zie je dat Mino weer het geloof terugkomt, waardoor zij de 3 punten over de streep kunnen trekken. De verwachting van het komende seizoen, top 6 moet haalbaar zijn, denk ik. Binnen de top 6 zal het verschil klein zijn. We zijn zondag natuurlijk niet goed begonnen in de competitie, maar als je hard werkt, zoals je in de tweede helft zag, dan kun je denk ik voor elke tegenstander in deze competitie winnen. En dan komt het voetballende vermogen daarna, wat dit jaar denk ik echt een stapje meer is dan vorig jaar. Dus dan denk ik dat we in de top 6 misschien wel kunnen verrassen. Dat durf ik nu niet helemaal te zeggen. Vorig jaar hebben we bovenaan gestaan. Toen deden we eigenlijk met Baroni. Die hadden volgens mij nog geen enkele wedstrijd verloren. Nee, eens enkel gelijkspel. Die hadden alles gewonnen. Dus Baroni zal zeker mee gaan doen. En dan heb je de vaste namen zoals een Halster waar we zondag tegen moeten voetballen. Misschien ook Udi, Rosmalen. Het zijn toch grote clubs in Brabant waar toch altijd veel mensen naartoe komen. Waar jongens graag voor willen voetballen. En dus, die moet je nooit onderschatten. Die komen we altijd wel met een goede selectie.